druk is deze. Wat wordt de belangrijkste gebeurtenis of trend van het nieuwe jaar? Wel, ik denk dat er heel veel gaat gebeuren. Maar hetgene waar ik echt op hoop, dat is dat nu met heel het hele momentum dat er bestaat rond klimaatverandering, rond verbetering van onze levenskwaliteit, rond die frisse lucht, hoop ik dat er echt volgend jaar belangrijke stappen worden gezet. Dat we dingen beginnen te doen, dat het niet meer praten is, maar dat er ook echt zaken gaan gebeuren. Voor ons nu, maar ook voor onze toekomst, voor onze kinderen en voor heel onze samenleving.